Hallo, welkom terug met de Hamstershow. Vandaag hebben we een paar dingen laten zien. Maar we hebben met een nieuw speeltje in de schoolbaas in huis gemaakt. Kijk maar. Grappig toch? Kijk, we zullen het eens laten zien. Ja, neem het naar voren. Allee, Kilian. En voilà. Hij zit erin. Dat blijft er vandaag pas in gedaan. We zullen het dus laten zien hoe bewijs dat hij erin zit. Kijk maar. Ja. Dus kijk hoeveel vanzelf staan. Dan doe ik dat er vanzelf. Kijk, ik kan dat ook goed doen hoor. Oh, ik heb het helemaal. Ja. Hij wil het steeds helemaal omzetten. We gaan de hersen te goed maken. Anders. Eerst gaan we boven alles goed zetten. Boven alles goed zetten. Het was heel moeilijk om de bovenste afdeling erop te zetten. We zetten meestal om de 5 minuten een filmpje erop. Ook niet te heel dicht. We gaan eens kijken wat. Kijk, daar komt hij uit. Papa. Oké. Hier is hij. Oké, hij gaat weer zitten. Hij mag niet naar boven komen, dus moet ik hem blijven vasthouden. Het is een verrassingje voor hem. Dit nieuwe speelgoed was ook een verrassing. Hij ging er direct in. Snel, want hij loopt heel snel. Ik zie wel goed uit in de zin. Ik had het zo lang gestaan. Ja, ik had er niet in geraakt. Ik had het niet in geraakt. Ik had het niet in geraakt. Dat als we dat in de maken. Waarom gaat het toch weer niet in? Nee. Van de week is het weer goed. Dat geen vast. Maar het is nu wel van. Nee, geen enkele mogelijkheid. Nee, dat gaat het weer. Ik ga zo van weer wat wel. Zet het er anders gewoon voor. Maar dat is toch ook goed, hè, kijkers? Snel, want hij gaat ineens super snel. Oh nee. Hij gaat veel te snel. Voilà, ja. Bijna. Wat is dat voor? Voilà. Wat is dat? Ik denk dat het een Russisch is. Ja, zet zijn matten erin. Oké. Geen dakje. Dat is.
lijkt heel simpel. Maar ja, zijn we klaar? Kijk u mee. En voilà, hij zit erin. Dan was dit het einde van de show. We hebben al een paar dingen laten zien. Nu moeten we er een nieuwe verzinnen. Dag.